Ridder Riki, door Guido van Genechten. Riki gaat naar zijn lievelingsplekje onder de Oude Eik. Het is lente en overal staan bloemen in bloei: klaprozen, koekoeksbloemen, madeliefjes, margrieten, paardenbloemen enzovoort. Als Riki onder de boom gaat liggen en zijn ogen dicht doet, gebeurt er altijd iets bijzonders. Alles wat hij verzint, wordt echt. Soms verzint Rikki dat hij een astronaut is, op weg naar Mars of Pluto of. De reis duurt minstens twee jaar. Soms is hij een wonderdokter die zieke dieren zo weer beter maakt. Of hij is een snelle postbode op een motorpostfiets. Of. Een wereldberoemde zanger. Maar vandaag is Riki een ridder in de middeleeuwen, ridder Riki. Hij draagt een ijzersterk harnas. Dat moet ook wel, want in de middeleeuwen lopen vreselijk gemeene monsters rond. Vuurspuwende draken bijvoorbeeld, die hem van alle kanten aanvallen. Er zijn er zelfs die kunnen vliegen. Maar Rideriki verslaat ze allemaal. De sloepers gaan achter slot en grendel in zijn onderaardse gevangenis. Hij geeft ze alleen water, emmersvol, om het vuur van binnen te blussen. Ik laat jullie pas weer gaan, zegt Rideriki tegen een van hen, als je braaf bent en geen vuur meer spuwt. We zullen het nooit meer doen, belooft een draakliefjes. Terwijl er twee wolkjes uit de neusgaten komen. Het liefst van al is Riki boven in de toren van zijn groot kasteel. Vandaar kan hij heel ver kijken. Als er iemand aankomt die hij leuk vindt, geen monster natuurlijk, laat redder Ricky meteen de ophaalbrug neer. Oh, dat is waar ook! Vandaar komt Jonkvrouw Annie Belle logeren. Wel gekomen, roept redder Rikki en hij brengt haar naar haar kamer. Boven het haardvuur roostert Rikki zoete wortelen. Hij dient ze op met bloemsuiker en een glaasje honingwijn. Mmm, watertand Annibelle, mijn lievelingsgerecht. Redder Rikki moet natuurlijk ook werken. Hij brengt geheime boodschappen naar andere ridders in Schotland of Japan. Zijn ros, want zo heet een paard in de middeleeuwen, brengt hem met reuzensprongen waar hij moet zijn. Ridder wordt moe en stopt bij de oude eik. Hij laat zijn ros wat drinken en iets zelf een hapje. Daarna gaat hij onder een boom liggen en doet zijn ogen dicht. Inhouds! Schrikt Rikki wakker. Help! Hoort hij iemand roepen. Oh, het is Annie. Rikki springt meteen op om haar te redden. Alhoewel heeft Rikki het monster overwonnen. Bravo! Roept Annie en ze geeft Rikki een zoen. Ach! Lacht Rikki. Het is Boris Maar, de hond van de buren. Zullen we spelen? Vraagt Rikki. Ik ben Riky en jij bent jongvrouw Annie Belle. Ik heb je net gered uit de klauwen van de verschrikkelijke draak Boris. En nu, nu neem ik je mee op mijn ros. Is dat goed? Op je ros? Wat is dat? Vraagt Annie. Mijn paard, lacht Rikki. Oh, dan wil ik zelf ook wel een ros, zegt Annie. Die hek is op paarden. En samen haloperen ze naar het kasteel van Redder Rikki daar in de verte. Aan ridder Akihiko in Japan. De draken hebben beloofd om braaf te zijn. Maar pas op, zij liegen soms. Als je een stoute tegenkomt, sluit hem dan op en geef hem heel veel water. Ridderlijke groeten en een redelijke zoen voor jonkvrouw Itsuko van ridder Riki.